Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij je korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Zet uw afval op de voor u geldende inzameldag voor 7:30 ochtends aan straat. Zeker als het warm is, want dan starten de inzamelaars al op tijd. De inzamelwagens van de gemeente Breda werken anders dan Renewi. Het is daarom belangrijk om de containers met de handgrepen richting de weg aan te bieden. Nederland mag van de Europese Commissie veehouders die vrijwillig uit de buurt van gevoelige natuurgebieden willen vertrekken, financieel ondersteunen. De boeren mogen voor gezamenlijk 105 miljoen euro geholpen worden om elders een agrarisch bedrijf te beginnen. De veehouders mogen naar zowel een andere regio in Nederland als elders in de Europese Unie verhuizen. Kleine en middelgrote veehouderijen met een te hoge stikstofafzetting kunnen zich tot juli 2029 aanmelden voor het verhuisplan. De boeren mogen de subsidie gebruiken voor onder andere het verhuizen naar een andere locatie of voor het ontmantelen van het bestaande bedrijf. Voor het geven van staatssteun, zoals dergelijke uitkoop- of verhuisregelingen, moeten EU-landen altijd toestemming vragen aan de Europese Commissie. En die commissie onderzoekt vervolgens of de subsidie tijdelijk is en binnen de EU-doelen past. Het Nederlandse programma voldoet volgens de Europese Commissie aan de criteria. Misschien heeft u ze al gemist, de grazende schapen op de Kleine Schans in Terheide. Het bedrijf dat het gras daar voor de gemeente beheerde met behulp van schapen is door omstandigheden gestopt. Er is de afgelopen periode gezocht naar andere bedrijven die het gras van de Kleine Schans kunnen onderhouden door het dieren te laten grazen. Tot op heden is dat helaas nog niet gelukt. De Kleine Schans is een rijksmonument en de druk en het gewicht dat dit monument aankan is zeer beperkt. Het onderhouden met zware maaimachines is daardoor ook niet mogelijk. De gemeente is daarom nog op zoek naar andere mogelijke oplossingen die passen binnen het beschikbare budget. En daar is op dit moment helaas nog geen duidelijkheid over. De Kleine Schans staat momenteel volop in bloei. Wat goed is voor de insecten, maar het kan er momenteel wel anders uitzien dan u gewend bent. Heeft u of kent u een bedrijf dat mogelijk een goede oplossing met begrazingsbeheer kan bieden? Neem dan contact op met het hieronder vermelde e-mailadres. Het tijdelijke losloopgebied voor honden bij de Kleine Schans is opgeheven. Het oorspronkelijke veld langs de Marktdijk kan door de afgeronde werkzaamheden nu weer gebruikt worden. De voorbereidende werkzaamheden om de beleving van de Kleine Schans te verbeteren met een te maken watertrap en visstoep, die lopen nog. Na de zomervakantie, zodra de vergunning van het Rijk binnen is en er meer bekend is over de precieze werkzaamheden en de planning, volgt daar nog nadere informatie over. Op het Dorpsplein in Terheide en bij de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe zijn onlangs fonteinen aangelegd. Deze fonteinen zijn uniek en speciaal voor het betreffende dorp ontworpen om de twee gebieden meer uitstraling te geven en om verkoeling te bieden vanuit klimaatdoelstellingen. Helaas doen de fonteinen het momenteel nog niet. Ze zijn qua aanleg klaar, maar er wordt gewacht op de aansluiting van elektriciteit en water. Dit duurt jammer genoeg langer dan verwacht. En de netwerkbeheerders Enexis en Brabant Water kunnen op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de plannen. Zodra de aansluitingen gerealiseerd zijn, worden de fonteinen zo snel mogelijk ingesteld, zodat iedereen ervan kan genieten. Wilt u meer weten over de aanleg van deze fonteinen? Kijk dan op drimmelen.nl en typ het zoekwoord fontein in. Heb jij altijd al gedroomd van optreden met een echte liveband? Dan is dit je kans. Traaien plucht in, een echt Traaiers open podium event op zaterdagavond 2 november bij Café De Harmonie. Of je nu zingt, basgitaar speelt of gitaarriffs rockt, of je losgaat op je Hammondorgel of gas geeft op een toeter, spring het podium op. Deze avond wordt er gerockt zoals in de 80's, 90's en of meer recente nummers. Doe jij mee? Meld je aan en geef 2 of 3 nummers op die je goed kunt spelen of zingen en graag op het podium wilt uitvoeren. De band gaat aan de slag om deze nummers in te studeren.
In oktober zullen ze 1 of 2 keer repeteren en maak je kennis met de band. Samen met jou zorgen ze dan voor dat je op 2 november samen met de band het dak eraf probeert te spelen. Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar traaienpluchtin@gmail.com. Of trek Ruud Tax of Geralda Pols is aan een metaljasje. Vanaf november 2024 zal gemeente Drimmelen samen 80 jaar vrijheid vieren. Wagenberg zal tijdens het startweekend op zaterdag 2 november een bevrijdingsconcert organiseren. Harmonie OVU en Jazz Cafet slaan de handen in één en zullen deze dag een concert ten gehoor brengen in de Gemariskerk. Vergeet deze datum niet in uw agenda te zetten. Ook in Maden wordt hard gewerkt door Harmonie Sint-Cecilia, het Madens Mannenkoor, Vrouwenkoor Amort Musee, Popkoor de Tempeliers en het 50PLUS Regio Orkest om op 5 mei 2025 gezamenlijk een vrijheidsconcert te organiseren in SCC De Bernardes. Ook een datum om te noteren in uw agenda. Twee vrijwilligers van Omroep Drimmelen hebben vlakbij de schans een rode rivierkreeft ontdekt en daar een filmpje van gemaakt. Kreeften kunnen op land lopen en in tuinen, speelplaatsen en zelfs in huizen komen. En dit kan overlast opleveren. De kreeften graven holen in de rivieroevers. De graafactiviteiten van de rode Amerikaanse rivierkreeft vormen een potentiële schadepost. Vooral bij boeren en waterschappen waarbij de oevers worden aangetast of teelten worden vernield. Ook de visserij kan schade ondervinden doordat de kreeften aanstelen, gevangen vis eten en fuiken vernietigen. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Deze week vragen wij graag uw aandacht voor Over Smaak Valt. Het muziekprogramma waarin inwoners van onze gemeente vertellen over hun favoriete muziek. De presentatie wordt gedaan door Johan Marijnissen. Tijdens de uitzending worden ook muziekfragmenten getoond. In deze uitzending zijn we te gast bij Patrick Akkermans. In onze vernieuwde rubriek Gezond en Wel gaat Lilian Lambrechts regelmatig op bezoek bij deskundigen uit de wereld van gezondheid en welzijn. In deze aflevering ontmoet zij triagiste Willemijn Huisaerts en huisarts Esther Moons, die ons meer vertellen over de huisartsenspoedpost in onze regio. Hun belangrijkste boodschap is: denk even na. Of kijk op de sites huisartsen.nl of moetiknaardehuisarts.nl voordat je hen gaat bellen. Is het echt nodig? Dan vooral bellen. Ze zijn er voor u. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat ons weten via mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. U kunt ons natuurlijk ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!